President Chandrika Prasad Santokhi heeft op woensdag 11 mei 2022 een bezoek gebracht aan de Ayoko-kazerne te Para. Het bezoek lag in het kader van de overdracht van de militaire Beilibrug die is opgezet door de Nederlandse Genie Luchtmobiele Brigade. De loopbrug welke is aangelegd symboliseert de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Namens Nederland wil ik u dan ook, meneer de president, en al uw functionarissen hartelijk danken voor deze uitgelegen kans. En ook spreek mijn dank uit naar de Surinaamse militairen die de jungle training ondersteunen en mogelijk maken. En als blijvende blijk van deze waardering schenk ik u namens de Nederlandse krijgsmacht 20 aggregaten, waarvan er hier één als voorbeeld staat, die energie kunnen leveren op moeilijke bereikbare plekken en deze Beilibrug die door deze mensen samen gebouwd is. We hebben onze samenwerkingsrelatie hersteld, geformaliseerd tussen de beide landen na ons aantreden als nieuwe regering. En vervolgens hebben we de samenwerking uitgewerkt naar vrijwel alle departementen van bestuur. En zo is een samenwerking tussen Defensie van Suriname en Defensie van Nederland. De minister van Defensie is hier nog geweest, de minister van Defensie van Suriname is nog geweest in Nederland. En dan gaan er samenwerkingsafspraken gemaakt worden op het niveau van technische bijstand, samenwerking, training en een van de samenwerkingen is namelijk de gezamenlijke jungle training. Heel belangrijk is namelijk dat de training plaatsvindt met inachtneming ook van ons milieu. Dus daarom waren we vragen tijdens de prachtige loopwandeling ook gericht van welke middelen gaan ze gebruiken in die jungle, en het blijkt dat alles is afgestemd op de natuur, op het milieu, dat daar ook de nodige bescherming plaatsvindt, dat er ook rekening gehouden is met de leefgemeenschappen in het binnenland. Dus er komen zoveel dingen aan de orde voordat je het besluit neemt, ja, we zijn nu ready om die trainingen te gaan doen. En dan zijn er missies die uit Nederland komen om dit allemaal goed voor te bereiden. Dat doe je op beleidsniveau, dat doe je op operationeel niveau, dat doe je door naar de jungle te gaan. En er worden allerlei plannen gemaakt, dan zie je wat er allemaal nodig is. En wat er allemaal nodig is, wordt vanuit Nederland dan hier naartoe gebracht. En dat is wat u ziet, alle materiële middelen die zijn allemaal vanuit Nederland hier gebracht om deze trainingen allemaal mogelijk te maken. Toen ik overnam, zei ik al, was 96% van de begroting aan personeelskosten. Dus er was 4% op de begroting, maar die we konden investeren in het leger. Inmiddels hebben we zwaar bezuinigd op personeelskosten. De verhouding is nu 82% personeelskosten, 18% voor investeringen. We zijn begonnen met personeelsachterstanden, motivatie, leiderschapstrainingen. Er zijn op dit moment 6 opleidingen gaande binnen het leger. Renovatie, verbeteren van de voedselvoorziening voor gedetacheerde militairen. Ik denk dat alle detacheringsposten heel erg achterstand vertonen. Eigenlijk ook alle gebouwen. Maar wat we hebben gedaan is een top 10 prioriteitenlijst samengesteld. En we zijn bezig. Vorig jaar hebben we 7 gebouwen kunnen renoveren. Partieel. Dit jaar hebben we 4 projecten lopen waar we, Atjoni, Sineeskondere en Bronsweg gaan renoveren. Dus dat loopt. Zo gauw de begroting goedgekeurd is, gaan we door. We hebben ook transport aankopen dit jaar. Dat hebben we geld op de begroting. Vorig jaar hadden we 0 cent op de begroting. Dit jaar hebben we, een aantal miljoenen op de begroting. Dus daar gaan we dit jaar investeren. Dus wat er is, we kijken naar onze begroting. En we kijken hoe we dat het best kunnen investeren. En los daarvan, wat we hebben, zetten we in ten dienste van die samenleving. Hoe meer bruggen we krijgen, hoe verder we komen. Hoe verder we komen. Ja, dus je uitnodigen. Dat kwam ik bij de sleutel. Om te kijken welke bruggen er nog meer zijn.